Tweede Kamerlid Ineke van Gent bracht vandaag een bezoek aan wethouder Gerrit Berkelder. De hele dag toerde zij langs verschillende gemeenten waar zij zich liet informeren over het goederenverkeer. De Tweede Kamer heeft namelijk ingestemd met het plan om in het westen van Nederland ruimte te maken voor meer personenvervoer. Wat in het oosten van Nederland betekent, meer goederenvervoer. Iets wat grote consequenties heeft op lokaal niveau. Zo zal het goederenvervoer in Deventer vervijfvoudigen, wat neerkomt op 100 goederentreinen per dag. Wat hier achter ons ligt, dat is het eind van de 19e eeuw gebouwd. En dat is niet meer geschikt om dit soort enorme hoeveelheden goederenvervoer te faciliteren. Dus er moet gewoon meer geïnvesteerd worden door het kabinet. Niet alleen in het westen, maar ook in het oosten. En daarvoor is of nieuw spoor nodig, een nieuwe brug wordt overgesproken. Maar ook de A1 moet naar gekeken worden, omdat dat de hele dag vastzit met vrachtauto's. Kunnen jullie dit als gemeente tegenhouden? Nou ja, planologisch juridisch zijn we als gemeente natuurlijk wel verantwoordelijk voor bestemmingsplannen. Ja, en ik was niet van plan om in te stemmen met een spoorboogje dwars door landgoed in Banning. Dat kan gewoon niet waar wezen, dat doen we niet. De oostelijke provincies Gelderland en Overijssel plus de lokale gemeentes hebben tegen het Rijk gezegd dat de plannen om meer goederenvervoer in het oosten te vestigen te snel gaan. Het Rijk zou naar meer alternatieven moeten kijken. Daarbij moet er een betere analyse komen voor de gevolgen van geluids- en trillingsoverlast. Ingenieursbedrijf Witteveen plus Bos gaat hier onderzoek naar doen. Deze opdracht hebben ze gekregen van Spoorgemeente Oost-Nederland. Een organisatie die in het leven is geroepen door de oostelijke provincies. Wethouder Gerrit Berkelder is hierin de vertegenwoordiger voor Deventer. Vandaag was mevrouw van Gent hier in Deventer. En nu rijdt ze samen met vertegenwoordigers van de steden Oldenzaal, Hengelo, Deventer naar Zutphen. Zutphen, Reden, de gemeente Reden heeft ook veel overlast, naar Arnhem. En al die gemeentes waren vorige week in Overijssel, de wethouders daarvan. En we trekken samen één lijn. De kabinetsplannen zoals ze er nu liggen, kunnen niet. Er zijn meer voorstellen nodig. Er moet meer gestudeerd worden op alternatieven. En daarbij moet niet worden uitgesloten dat je ook een complete nieuwe infrastructuur moet gaan aanleggen. Maar je ziet toch dat veel bewoners enorm veel overlast ervaren van het goederenvervoer op het spoor. Dus ja, daar zal toch iets aan moeten gebeuren. Nadat mevrouw van Gent in het stadhuis geïnformeerd was, pakte zij de trein van 10:15. Zij ging door naar haar volgende bezoek. In juni wil de minister van Verkeer en Waterstaat de Tweede Kamer informeren over de stand van zaken.